Hartelijk welkom allemaal bij Kokende Taal, het kunst- en cultuurprogramma op TV Drenthe. Vanuit het leescafé van De Nieuwe Kok in Assen. Bont en Beethoven, vandaag gaan we praten over iconen. Iconen op het witte doek en iconen in de concertzaal. Aan tafel Marcel Mandos, de artistiek directeur van het Noord-Nederlands Orkest. En Mark Pepping, de dirigent van het Eelder Bloemenkoor. Maar eerst gaan we het hebben over James Bond, want 2 april gaat de nieuwe James Bond film in première. No Time to Die heet hij, te zien in een heleboel bioscopen, ook in Drenthe natuurlijk. Hans Roepers, docent biologie in het dagelijks leven, maar ook een enorme James Bond fan volgens mij. Kun je ze alle 25 opnoemen? Ik ga je niet vragen om het te doen, maar zou je het kunnen? Ja, ik denk wel dat ik ze allemaal op zou kunnen noemen. Ja. Nou zijn er heel veel actiefilms. Wat maakt James Bond films nou zo bijzonder? Ja, het is een beetje de mix die in een James Bond film zit. Het is niet alleen actie, maar het zijn ook de vaste elementen die iedere keer terugkomen. Zoals de humor die er zeker bij hoort. Dus de typische Bond muziek. Zonder die muziek is er geen James Bond film. En de vaste personages die we iedere keer terug zien komen. Zullen we even kijken naar de trailer van de nieuwste? Ja. Why would I betray you? We all have our secrets. You just didn't get to yours yet. Dat is weer een hoop pief-af-poef volgens mij in ieder geval. Met Daniel Craig. Het is de laatste die hij gaat doen als James Bond. Vond je hem een goede Bond? Ja, zeker. Ja, hij heeft wel een moeilijke start gehad. Want men zag hem eerst helemaal niet zitten. Maar toen hij eenmaal in 2006 met Casino Royale verschenen was. Nou, toen was het publiek meteen om. En ik moet zeggen, ik ook. Ja, heel veel mensen vinden hem zelfs de beste. Wat vind jij? Nou, dat begrijp ik wel. Hij zet een hele menselijke James Bond neer, die niet alleen maar aanraakbaar is, maar die ook zeker emotioneel kan zijn. En dat is toch wel wat anders dan zijn voorgangers eigenlijk. Sean Connery is natuurlijk altijd wel de James Bond gebleven. Ja, daar kan niemand omheen. Nee, hij heeft het personage toch eigenlijk als eerste neergezet en de toon daarmee wel gezet. Zeker weten. Verheug je op de nieuwe? Waar ga je kijken? Ja, gewoon in Harderberg, waar ik woon, in de bioscoop. Alleen of met je vrouw of vrienden? Nou, neem wat vrienden mee, die er ook wel zin in hebben. Heel veel plezier, dankjewel. Kokende taal. Kokende taal. Kokende taal. Je kijkt naar Kokende taal. Leon Moorman, straks gaan we nog meer muziek van hem horen. Mark Pepping, Marcel Mandos. Houden jullie ook van James Bond films? Van de films zelf niet zo. Ik durf het bij ze niet te zeggen hier. Maar van de muziek wel. En jij, Marcel? Hetzelfde. Ja. Dus niet van de films zelf. Wat grappig eigenlijk. Nee, ik heb niet zo veel met poef en pief en paf. En dat soort films. Nee. Maar de muziek, je zegt het al, daar wel van. En jullie nieuwe concert heet A Night at the Movies. 28 en 29 maart hier in De Nieuwe Kok. Filmmuziek, ook van James Bond, hè? Zeker van James Bond, ja. Ja. Ja, absoluut. Want dat is natuurlijk prachtig, prachtige muziek. En niet alleen de score, zeg maar, dus het instrumentale wat er onder de films gemaakt is. Maar ook de titelsongs van alle films. Elke film heeft eigenlijk een single. En als je die aan elkaar breidt, dan heb je een prachtige medley. Waarom hebben jullie voor dit thema gekozen? We hebben in 2014 hier een concert gedaan met medewerking van Tony Neef. En in 2017 met Karin Bloemen. En dan gewoon met ons repertoire wat wij zingen. Dus van pop tot musical tot kleinkunst, van alles. En we wilden nou weer in het theater. En toen dachten we, nou, laten we eens een thema bedenken. En dan hebben we een kader en dan kunnen we binnen dat kader kunnen we werken. Nou, toen kwam het thema filmmuziek. Nou, dan begint het. De leden vragen van, kom eens, stuur je mooiste filmliedjes in. Toen kregen we een lijst van, ik geloof, 120 liedjes. Toen dacht ik, oh, wegkader, weet je wel. En uiteindelijk moesten we dat terugbrengen naar 22 stukken. En zodoende zijn we toch binnen het kader gebleven. En het is aan films gerelateerd. Ja, we zijn bij een repetitie geweest. Gaan we even naar kijken. Oké. Okay.
dat was een mooie James Bond tot besluit. Wat voor koor is het Eelde Bloemenkoor? Het Eelde Bloemenkoor is een gemengd koor met 80 leden uit Eelde. Met leden uit de omliggende dorpen en steden. En wij zingen repertoire van pop tot, wat ik net zei, tot pop, musical, kleinkunst. Eigenlijk alles met een verhaal. Als het maar een verhaal heeft en een... ja, mooie lading heeft. Wat kunnen mensen verwachten die straks naar jullie concerten gaan? Want het is niet alleen maar koorzang, hè? Er is ook nog van alles omheen. Ja, nou, het is een programma gestoken in professioneel licht, mooi geluid... en natuurlijk de prachtige ambiance van de nieuwe kolk. Maar ook, het koor is 80 leden... maar we zingen niet alleen alle stukken met het volledige koor... maar ook met kleinere groepjes... met instrumentalisten erbij. Dus mensen krijgen ook wat te zien. Het is niet, je gaat niet een hele avond zitten en kijken naar een koor en dat is het. Dus mensen krijgen ook wel entertainment. Koorzang klinkt ook bij drie bijzondere concerten die het Noord-Nederlands Orkest gaat uitvoeren. Half april in Assen, Groningen en Leeuwarden. De 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Want dit jaar is het 250 jaar geleden dat hij geboren werd. In 1770 was dat dus. Marcel Mandels, artistiek leider van het Noord-Nederlands Orkest. Ja, Beethoven, die beschouwen we als een van de invloedrijkste componisten ooit, hè? Ja, ja. Waarom? Nou, het is inderdaad de meest invloedrijke componist uit de 19e eeuw. En ook even de meest dominante. Zonder Beethoven geen Brahms, Bruckner en Wagner. En waarschijnlijk ook geen hedendaagse actuele popmuziek. Dan zeg je nogal wat. Ja, ja zeker. En ik ga een beetje kort door de muziekgeschiedenis heen. Maar de drie meest invloedrijke werken uit de muziekgeschiedenis zijn Beethovens derde symfonie, Le Sacre du Printemps van Stravinsky en Wagner's opera Tristan und Isolde. En waarom zijn die zo belangrijk of zo schakelpunt? Omdat ze uit het niks gekomen zijn. Meestal in de kunst of ook in de wetenschap, bij ontdekkingen zijn het vervolgstukken. Iemand heeft al iets ontdekt, daarna komt er weer iets bij en zo krijg je steeds meer en mooier. Maar Beethovens derde symfonie is als een meteoriet binnengeslagen. We hadden de tijd van Haydn en Mozart, het klassicisme en daarvoor de barok. En met de derde symfonie van Beethoven is in één klap, met één werk, het hele klassicisme beëindigd en de romantiek begonnen. En waarom? Ook heel een beetje snel. In de klassicisme, Mozart en Haydn, is eigenlijk horizontale muziek. Dus prachtige melodieën, alleen maar mooi, mooi, geniaal, prachtig, met daaronder akkoorden. Dat deed Beethoven ook in zijn eerste en tweede symfonie. Maar de derde symfonie is radicaal anders. Dan heb je korte, onafgemaakte melodieën, heel kort, die steeds werden onderbroken door ritmes. Dus eigenlijk niets werd afgemaakt. Dat was zo radicaal. Ook de lengte van het stuk, de derde van Beethoven is een uur. Terwijl een gemiddelde symfonie uit de klassicisme van Mozart en Haydn een half uur duurt. Dus alles was nieuw en geniaal. Er kwam een dissonantie in. Dus het onderbreken van de muziek. En dat maakte Beethoven tot een van de grootste en dominantste componisten uit de 19e eeuw. Ja, want na die derde kwamen er nog veel meer symfonieën. We hebben een fragment klaarstaan van de vijfde. Dat kent iedereen, denk ik. Gaan we even naar kijken. Ja, dat zijn jullie collega's van het orkest van het Oosten. Ja.
goed gespeeld ook, hè? Prachtig, met Jeroen de Vriend. Zeker, ja. Zeker. Ja, maar ja, hier hoor je al, hè, de Wijde Symfonie die iedereen kent. Het is een motiefje of een ritmisch thema van vier noten. Ik zou het geen melodie willen noemen. En een heel deel is gebouwd uit een themaatje of een structuurtje van vier noten. Dat was geniaal. Hè? Het is geen melodie, het is gewoon een ritmisch motiefje. En daar dan een hele symfonie opbouwen, dat was het radicale en het zeer vernieuwende van Beethoven. Ja. Hij was ook op zeer jonge leeftijd al een soort kindsterretje. 11 jaar, hè? Ja, maar op zijn 11e speelde hij voor het Nederlandse Hof, las ik ergens. Want hij kwam uit Duitsland, niet uit Nederland natuurlijk. Nee. Toen reisden ze al met hem rond. Ja. Zijn vader probeerde ongeveer hetzelfde te creëren als de vader van Mozart heeft gedaan met Wolfgang. Om zo snel mogelijk een soort kindsterretje te laten rondreizen. Ja. Maar het was een nukkige, wat Norse jongen en later een zeer nukkige Norse man. Oh ja? Die weinig op had met de aristocratie en met koningen en keizers. Omdat die namelijk hun beperkte, de kunstenaars, in wat ze konden en mochten. Want je moest natuurlijk in die tijd componeren. Je was afhankelijk van de aristocratie of de adel. En je moest dus wel componeren wat de adel of geestelijkheid ongeveer zei. Natuurlijk werd er naar je geluisterd wat jouw boodschap was. Maar als je iets te ver buiten de kaders kwam, dan werd je of geëxcommuniceerd of de keizer of koning gaf je geen opdrachten meer. Dus hij had er een enorme hekel aan, want hij wilde graag autonoom en zelfstandig zijn. Hij had natuurlijk last van driftbuien, hij was paranoïde, hij vertrouwde niet echt mensen, liep er clumsy bij, niet echt een gentleman. En heeft nogal wat conflict in zijn leven gecreëerd. Ja, klinkt niet als iemand die heel erg gelukkig was, terwijl hij toch zulke mooie muziek maakte. Mooie muziek en geluk hoeft niet samen te gaan. Maar hij heeft inderdaad prachtige muziek gemaakt. Echt geniale muziek die eigenlijk ook tot en met de dag van vandaag, ook in de popmuziek en in de jazz, wordt die geparafreerd, wordt die herhaald, wordt die meegenomen. Iedereen, of niet iedereen, de meeste mensen kennen zijn melodieën, zijn ritmes. Dus het is echt een buitengewoon invloedrijk man. Alle reden om zijn 250ste geboortedag te herdenken. Dat doen jullie onder meer dus met het uitvoeren van de 9e symfonie van Beethoven. Nou, heel YouTube staat vol met uitvoeringen van die symfonie. Waar ook koorzang in zit. Vanwege de rechten mogen we dat allemaal niet laten zien, helaas. Maar toen dachten we vragen onze eigen huismuzikant om zijn versie te maken van de 9e symfonie van Beethoven. En Leon Moorman heeft die uitdaging aangenomen. Die heeft de handschoen opgepakt. En daar gaan we nu naar luisteren. Come sing a song of joy. For peace shall come, my brother. Sing a song of joy. For man shall love each other. That day will dawn just as sure as hearts that are pure are hearts set free. No man must stand alone with hands held out before him. Dat was in het Engels. Oorspronkelijk is de tekst natuurlijk in het Duits. Alle Menschen werden Brüder. Dat was heel bijzonder sowieso dat er gezongen werd bij een symfonie. Hè? Dat deden ze eigenlijk nog niet in die tijd. Het is de eerste keer in de muziekgeschiedenis dat een symfonie zo lang was. Een uur en 10 minuten. Dat er in het laatste deel bij een zeer groot orkest een zeer groot vierstemmig koor was en vier solisten. Dat was uniek en dat er dus tekst op zat en dat het dus ook dus een maatschappelijke lading kreeg. Dat was, een symfonie is niet bedoeld voor een maatschappelijke lading in principe. En hier werd in één keer een boodschap uitgedragen op het prachtige gedicht van Schiller. Ja, want wat is de boodschap van dat gedicht van Schiller, wat Beethoven hiervoor gebruikte? Nou, het is dus een loflied op de vreugde en op jezelf kunnen zijn. De bedoeling van Beethoven was, waar hij van droomde, van een maatschappij zonder sociale klasse, waar iedereen zichzelf kon zijn, waar vreugde en verbroedering bovenaan stonden. Nou, en dat thema is natuurlijk eigenlijk een thema wat tot op de dag van vandaag nog steeds actueel is. En zeker nu wij 75 jaar vrijheid in Nederland gaan vieren, is dat denk ik wel iets waar we nog steeds
aan moeten denken en over moeten nadenken. En bij die Beethoven 9, die we dan gaan uitvoeren, hebben wij jonge mensen gevraagd, tussen de 15 en 25, uit Drenthe, Friesland en Groningen, om een song te schrijven over vrijheid. Want hoe we maar naar Hongarije te kijken en naar Polen en nog dichter bij ons, om ons heen, waar het antisemitisme opbloeit als nooit tevoren, dat die vanzelfsprekendheid van vrijheid er misschien niet altijd meer is. Dat we misschien het te goed hebben gehad. Dus om jonge mensen te betrekken bij Beethovens 9e symfonie, wat een monumentaal werk is, ook het Europees volkslied. Ja, dat is sinds, wat was het, 1985 volgens mij, ja. Ja, en dus om jonge mensen te vragen, schrijf een song over vreugde, vrijheid, dat je jezelf kunt zijn, dat je nog alles kunt zeggen wat bijzonder is. En nou, we hebben 50 inzendingen gehad uit Noord-Nederland van jonge mensen. Er is een, en wat zijn het dan, liederen? Of, liederen, het was rap, het was singer-songwriters, bandjes, het was echt spoken word, het was vrij breed. En uiteraard is er gekeken naar de kwaliteit van de songs en naar hoe goed de artiesten, de jonge mensen zongen. Nou, het was echt een verbluffend hoog resultaat. En we hebben er 10 uitgezocht, 10 jonge mensen. En die gaan nu in een traject met coaches en met dramaturgie. En die 10 jonge mensen gaan met ons optreden vooraf aan Beethoven 9. Onder andere hier in de Nieuwe Kolk. Dat wordt een wel heel gevarieerd programma. Want wat die mensen gaan doen, wat ik hoor, dat is iets totaal anders dan een klassiek concert. Zeker, maar het thema is 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog, verbroedering, cohesie. En ook als het thema gewoon goed is, en het thema is hier goed, kunnen verschillende stijlen perfect samen. Dus voor de pauze eigenlijk popmuziek, zeg maar. En na de pauze integraal Beethovens 9e symfonie, zoals die geschreven is door Beethoven. En in de hoop natuurlijk dat het publiek, zeg maar de mensen die meer van popmuziek houden en de mensen meer van klassieke muziek, dat die ook zich mengen, zeg maar. Het is mooi als mensen, als publieksgroepen mengen, want muziek moet verbindend zijn en nooit elkaar uitsluiten. Maar ook juist speciaal nu om na te denken dat we nog steeds in vrijheid kunnen leven en onszelf kunnen zijn. Ik denk dat Beethoven er wel blij mee geweest zou zijn, denk je niet? Ik denk dat dit precies de bedoeling is geweest wat Beethoven heeft willen uitdragen met zijn monumentale 9e symfonie. En met de tekst en waarom die het ook überhaupt geschreven heeft. Ja. Te zien 17 april hier in de Nieuwe Kolk in Assen, de 9e van Beethoven. 1 dag eerder volgens mij in Groningen, ja. En een dag daarna in Leeuwarden als je Assen gemist hebt. En het Eelde Bloemenkoor is 28 en 29 maart te zien in de Nieuwe Kolk. Wij gaan nogmaals luisteren naar onze huisband Leon Moorman, Laurens Hof en Jort Brinkman. Brinkhuis, sorry Jort. Zij spelen voor ons Heur Je Wel. Het is niet eens zo'n slechte dag en ik ben best goed te pas. Ik moet een ladder geven op pad. En het gras is groen genoeg. Dat heb ik van mijn buurman gehad. Nee, je kring me niet kapot. Laat het toch gaan, laat het toch vaar. Hey, je wel, maar ik luister niet. Nee, ik luister niet. Ik was nog nooit zo in mijn kracht. Veel later dan ik had verwacht. Toen ik al onbevangen was. Het was er niet, ik was het veel te lange kwijt. De bom het was niet zien, maar ach, wie heeft dat niet? Hey, je wel, maar ik luister niet. Doe gewoon niet meer.
in. Onrust is aan, laat het toch gaan, laat het toch fijn. Hey, je wil, maar ik luister niet. Nee, ik luister niet. Zeg had ik je soms voor zo'n vrouw. Voor mij zo nodig de bas, met je miseraar. Hey, je wil, maar ik luister niet. Doe gewoon niet meer. Je kunt wel proberen onrust te zijn. Laat het toch gaan, laat het toch gaan. Hey, je wil, maar ik luister niet. Nee, ik luister niet. Nee, ik luister niet. Dit was Kokende Taal. Dankjewel Mark Pepping en Marcel Mandos. Wij zijn er weer over 2 weken. En dan is onder meer te gast Daphne van Ditshuizen uit Havelte. Finalist van The Voice of Holland. En ze gaat samen met Leon voor ons zingen dan. Mis het niet. Graag tot dan. Dank je.